Een uitzonderlijke hoeveelheid regen heeft gisteravond veel overlast veroorzaakt in delen van de provincie. In 1 uur tijd viel tussen de 40 en 60 mm neerslag. Ter vergelijking, 60 mm regen is 60 liter neerslag per vierkante meter. In de hele maand september valt normaal gesproken gemiddeld 90 liter water. Aan de randen van Maastricht tot aan het vliegveld in Beek viel in korte tijd 40 mm regen. En in het hartje van de stad viel het meeste water, 60 mm. Ronddrijvende vuilnisbakken, een tankstation dat blank staat aan ondergelopen straten, laten zien hoeveel regen er in korte tijd viel. In Meersen werden auto's die een prooi waren voor het snel stijgende water met hulp van omstanders eruit gehaald. Maar voor de bestuurder van dit busje in Maastricht moest de brandweer worden ingeschakeld. En zoals u ziet staat de bus nu 75 centimeter in het water. Dus het water begon te stijgen en ik kon dus helemaal niks meer. Bent u geschrokken? Behoorlijk. Letterlijk, hij reed er doorheen. Ja. Hij staat misschien een halve meter of zo. Ook in Valkenburg was het weer prijs. Ik denk niet dat het langer dan een uurtje geregend heeft. En op een gegeven moment zie je gewoon dat de putten hier om de hoek, dat die het gewoon niet geslikt krijgen. En dat alles gewoon helemaal van stop zit. En dan krijgen we al het water hier in de straat. En dat is nu al de, volgens mij, vierde keer in een paar maanden tijd. Maar het wordt niet opgelost, schijnbaar. De overlast en schade zijn het grootste in Maastricht. In de buurt van het centrum ontstond zelfs een sinkhole. Verslaggever Achiel Prik, die is daar. Dat is op de Hertogsingel in Maastricht. Achiel, wat is de stand van zaken daar? Ja, Fabienne, jij zegt een sinkhole. Ja, je zou kunnen zeggen een groot gat, zoals inderdaad hier achter mij. Ja, ze hebben daar vandaag een beetje geïnspecteerd. Hè. Is het nogal veilig op dit moment om hier langs te lopen bijvoorbeeld, of langs te rijden? Er loopt een drukke weg hier doorheen. Ze hebben ook even gekeken van wat is er kapot, wat leidingwerk moet gerepareerd. Nou ja, goed, dat soort bezigheden. Het is overigens niet het enige sinkhole of grote gat in Maastricht. Op een tiental plekken zijn er meldingen gekomen. Is geconstateerd dat de aarde wat is weggezakt. Ja, dat moet nu allemaal onderzocht worden. Wat er precies is gebeurd. Op deze plek zou het te maken kunnen hebben met de kazematten. Dat is een ondergronds verdedigingswerk van honderden jaren oud. Moet onderzocht worden, weten we nog niet, gaan we later wel horen. Ja, verder, zoals we zagen, kreeg de stad met ongekende watermassa's te maken. Met name op de oostoever van de Maas in Maastricht. Dat komt niet heel vaak voor. Ik kan me eigenlijk niet herinneren. Dergelijke hoeveelheden water in stukken van de binnenstad, zelfs de randbinnenstad. Dus ook het stadsbestuur was behoorlijk verrast. Deze bui zien we in één keer knelpunten die we nooit hebben gezien. Achter de molens in Maastricht, dat liep helemaal, leek wel een rivier. En normaal is dat nooit geen knelpunt geweest. Dus we moeten ook kijken van, goh, hoe komt dat en kunnen we wat aan doen? Of is het op die plek zo eenmaal, als het heel extreem is, dan kan het gebeuren. En die analyse moeten we nog maken. Wat zegt dat over de riolering in Maastricht? Dat wij een kleine 20 milliliter in een uur kunnen opvangen in het rioolstelsel. En hier is bijna drie keer zoveel gevallen. En we hebben ruim 600 kilometer riolering in Maastricht. En die kon die capaciteit niet aan. Die had drie keer zoveel moeten zijn. Hadden we deze bui goed moeten kunnen opvangen. En zegt u dan, die rioleringen moeten gewoon groter? Of dat weet ik nog niet. Het zijn niet alleen de rioleringen. Het is ook het afkoppelen op sommige plekken. Zodat water gebufferd kan worden. Maar de vraag is of we zo'n grote bui ook in alle eerlijkheid kunnen opvangen. Nogmaals, een bui die drie keer zo groot is als we normaal volgens het systeem zouden willen moeten kunnen hebben. Dat is extreem, maar dat neemt niet weg. Op sommige plekken kun je toch meer maatregelen nemen. En dat moeten we natuurlijk wel gaan bekijken, dat we zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Ja, de gemeente heeft eind vorig jaar nog een plan van aanpak goedgekeurd. 26 miljoen euro om de afwatering in Maastricht te verbeteren. Ja, nu dit extreme water gisteren. Dus er zal nu gekeken moeten worden of er meer nodig is. Er zijn al zo'n ruim 300 meldingen binnen. Wordt allemaal geïnventariseerd, gaan we later ook nog horen. Ja, en voor zover het wat meer heel Zuid-Limburg betreft, zijn er vandaag ook Kamervragen gesteld. Minister Harbers kreeg die gaat over het water in dit land. Of die toch niet nog ergens wat extra geld heeft om Zuid-Limburg nog wat beter te beschermen tegen water zoals dat hier nu naar beneden is gekomen. Het is verkiezingstijd, dus wie weet. Wordt vervolgd dus. Achiel Prik, dankjewel. In Maastricht liepen veel kelders onder water, maar sommige daken konden de hoeveelheid neerslag ook niet aan. Zoals bij de openbare basisschool Binnenstad, waar de leraren net klaar stonden om ouders te ontvangen voor een klasseavond. We stonden klaar om de ouders te ontvangen. En op een gegeven moment horen we geklaat daarboven. Dus onze concierge Marion die sjeest naar boven toe.
En die roept ons, want het kwam met bakken naar beneden. Dus we zijn begonnen met emmers te verzamelen, alles onder te zetten wat mogelijk was. Maar er was niet tegenop te boksen. Wanneer beslist u als directeur van, ja, die kinderen kunnen niet meer komen morgen? Nou, de allerbelangrijkste reden is natuurlijk, is het veilig? Het was duidelijk dat we de elektriciteit er niet op konden zetten. Dus je hebt geen stroom, dat betekent dat je ook geen onderwijs kan geven. Want er is geen smartboard, er is geen wifi meer. Sowieso weet je niet of er toch niet brandgevaar nog is. Dus ik had voor mezelf zoiets van, nou, voor 8:30 moet ik een bericht hebben kunnen uitsturen. Dus met een hotspot op mijn laptop. Ja, even een berichtje naar alle ouders. Ook bij het Vista College in Maastricht stroomde het water van alle kanten binnen. Ja, mijn collega's die s'avonds ter plaatse waren die avonddienst hebben, die belden me van Martijn, het gebouw loopt volledig onder water. We krijgen dit niet gemanaged. Het rioleringsstelsel hieromheen krijgt het niet verwerkt. Dan zie je dat de hemelwaterafvoer tegendruk krijgt. Dus op de koppelingen spuit het gewoon uit de buizen. Want er staat gewoon een paar meter water in die buis. Op sommige wc's komt het dan terug omhoog. En hier in Centraal kregen de afvoeren het niet geslikt op het dak. Waardoor het water zeg maar in de aansluitingen van de kozijnen kruipt. En dan heb je het gewoon binnen. En dat hou je gewoon niet tegen. Dat is zo'n geweld. Ja, we hebben hier in de fietskelder wel vaker dat er een klein beetje water naar binnen komt. Maar wat binnen gebeurde, dat had ik nog niet gezien. Ik had niet gedacht dat we vanmorgen open zouden kunnen. En eigenlijk nagenoeg zonder problemen voor de studenten. We hebben er denk ik heel veel teleurgesteld.